Dit is het TechLab van het Spoorwegmuseum. De plek in ons museum waar je niet per se naar dingen moet kijken, maar waar je met je handen aan de slag mag. Hier leer je alles over de techniek van treinen en van spoor. Waarom rijdt een trein op van die rare wielen? Hoe werken de remmen van een trein? Hoe werkt de stroom van een trein? Kom maar kijken. Hier bijvoorbeeld. Hier kan je zelf merken hoeveel stroom je nodig hebt voor een elektrische trein. Want je weet, treinen gingen eerst op stoom, daarna gingen ze op diesel, zoals misschien wel de auto. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk met stroom boven je hoofd. Hoeveel heb je nodig om een trein vooruit te bewegen? Probeer het zelf. Ga maar trappen. En na een tijdje moet je lampjes gaan branden. Ah, ik heb nu genoeg stroom bij elkaar getrapt voor een smartphone op te laden. En nu voor de wasmachine. En nu om een auto op te laden. Maar ik heb nog niet genoeg stroom opgewekt om een trein te bewegen. Nu ben ik even sterk als een stoomtrein. Nu ben ik even sterk als een elektrische trein. Zoveel kracht kan een elektrische trein leveren. Moet je dus heel hard vertrappen. Er is in TechLab nog veel meer te doen. Maar ja, we zijn helaas nu eventjes dicht. Gelukkig is er ook heel veel wat je thuis kunt doen. Kijk wat je voor proefjes kunt doen op onze site. En dan zien we je straks over een tijdje hopelijk weer in ons museum.